Er zijn gelukkig genoeg mensen met een warm hart. We proberen natuurlijk al onze leden de kans te geven om hun steentje bij te dragen in deze tijd. Kogge Voetbalclub is er klaar voor. Met goede voorzorgsmaatregelen hopen ze veel leden vandaag te ontvangen. We hebben allemaal looplijnen uitgezet, afzetlint gebruikt om die mensen de juiste kant op te leiden. En zodoende toch de 1,5 meter afstand te kunnen bewaren. En gevraagd ook aan de mensen via Facebook of ze zoveel mogelijk alleen willen komen. Alleen pinbetalingen zijn mogelijk, eigen boodschappentas meenemen. De eerste mensen komen al snel en hebben een duidelijk doel voor ogen. Nou, om eigenlijk een beetje de club een beetje te ondersteunen in deze barre tijden. En hoe doet u dat? Nou ja, door het inventaris een beetje op te kopen. De houdbare producten waren namelijk net goed aangevuld. Op woensdag deed de club een bestelling. Op donderdag kreeg ze het bericht dat er niet meer gevoetbald zou worden. Dit zorgde voor een hoop emoties. Ja, teleurstelling natuurlijk. Gelukkig hebben wij goede regelingen met onze inkopers. En hebben we wel producten beschikbaar met een lange houdbaarheidsdatum. Maar goed, we hebben natuurlijk altijd al producten op voorraad die richting de houdbaarheidsdatum gingen. Dus we hebben het eerste gedeelte hebben geschonken aan het Guisveld van Evian. En nu hebben we de tweede lichting alles weer op datum gezet. En proberen we vandaag te verkopen aan onze leden. De leegverkoop was een succes. Want alle producten zijn verkocht. De voetbalclub is dan ook blij dat er niks hoeft te worden weggegooid.